Ja, het was druk op Gamersnet en dat wou eigenlijk ook zeggen dat Goeie Frag er heel eventjes uitviel. Net als Gamersnet Gear, een aantal van onze wekelijkse formats lagen er heel even uit. Maakt niet uit, want we komen gewoon keihard weer terug met ook weer een nieuwe Goeie Frag. Dus nieuwe vraag, nieuwe antwoorden. Je kent het inmiddels wel, jij stelt onze vraag in de comments en de volgende week gaan wij met z'n allen die vraag beantwoorden. En deze week kwam de vraag van Gamerfriend01, mijn goede Gamerfriend Filip heet hij eigenlijk. Filip, thanks voor je vraag. Het was namelijk de volgende vraag. Wat is de vetste Collector's Edition die je ooit hebt gekocht? Filip, fucking goede vraag. En als je je afvraagt van god, we weten eigenlijk helemaal niet hoe de Master Chief eruit ziet. Dat weten we gewoon niet. Dat wordt in videogames nooit verteld. Maar we weten wel dat hij een heel vreemd hoofd heeft. Een hele rare vormhoofd. Want we hebben namelijk de Special Edition. En het komt erop neer dat de Master Chief zo'n hoofd heeft. Nee, deze helm. Ik leg hem even weg. Deze helm is een van de allereerste special editions ooit gemaakt. En eigenlijk de reden dat ik games heb overgenomen. Want ik heb de Halo helm nooit gekocht. Ik was daar te jong voor en te skeer. Maar de oude eigenaar Joost van dit bedrijf, die had zo'n Halo helm natuurlijk hier in de kast staan. Dus ik wilde die helm hebben. Dus heb ik Gamesnet maar overgenomen en nu heb ik die helm voor altijd. Want hij is zo fucking mooi nagemaakt. Alles klopt, hè. Het weerkaatsen van het licht in de visor. Het is de perfecte kleur groen. Hij staat ook op een super vette standee. Waar nog onder staat het Halo 3 logo, want het was van Halo 3. Echt jongen, de Halo helm. Het is eigenlijk de perfecte special edition. En hij ziet er ook gewoon echt duur uit. Was trouwens volgens mij best wel duur. 500 gulden of zo. Dat is niet waar, een grapje. Welke collector's edition ik het vetste vond? Ja, normaal gesproken ben ik iemand die echt, ik ben een echte Nederlander. Ik koop eigenlijk nooit collector's edition. Vind ik wat zonde van mijn geld. Ik wil gewoon een game. En wat erbij komt, dat maakt me eigenlijk dan niet heel veel uit. Maar er zijn twee games waarvan ik echt een collector's edition heb besteld. De eerste is van Dark Souls. Er zat een vette bel bij, een vette figurine, zag er echt awesome uit. Maar ja, aangezien ik het de vorige keer al had gedaan met de beste wapens, ga ik nog voor een andere. Ik heb namelijk nog een special edition besteld en dat is de special edition van Persona 5. Die zit eraan te komen in februari, Valentijnsdag, 14 februari. En je krijgt er een artbook bij, de soundtrack die echt altijd fantastisch is. Een soort moderne jazz-achtergrondmuziek waar ik naar kan blijven luisteren. Ja, dat is gewoon de gaafste special edition die je kan hebben voor mij. Meestal zit ik 200-300 uur in die game te stoppen. Ik hou er echt super veel van. Dus ja, ik moest deze collector's edition gewoon hebben. En nou ja, de artbook zit erbij. Zoals ik al zei, het is echt... Oh, ik kan echt gewoon niet wachten, joh. Is het al februari? Kan ik het al spelen? Is het niet altijd? Nu? Oh, ik wil. Filip, leuke vraag. Dat allereerst. Ik heb meteen twee dingen weer. En ja, eentje ervan is Skyrim. Zullen we die maar meteen afstrepen? Ik zeg altijd Skyrim op alles. Volgens mij heb ik echt al 5 of 6 keer Skyrim in Goeie Frag genoemd. Maar goed, die Collector's Edition was ook gewoon heel vet. Je kreeg zo'n groot boek wat eruit zag als het boek van de Dragonborn. Wat je ook in de game kon vinden. Dus ik had zoiets van, hey, daar ligt hij in de game. En ik heb hem zelf ook. Nice. Maar verder natuurlijk kreeg ik ook een sikke statue erbij. Statue van Alduin. Ik bedoel, Alduin is denk ik zo'n beetje de lijpste draak ooit op aarde. Dus het was gewoon vet om die in zo'n statue te hebben. Ook op zo'n tombe die je ook in de game weer heel veel kon vinden. Dus het was zo mooi dat je zoiets in het echt hebt wat je in de game ook veel zag. En goed, de game was gewoon fantastisch. Leuke steelboeken erbij verder. Wat ook weer leek op dat boek van de Dragonborn. Maar goed, Skyrim dus. Sowieso, in koppertje. Maar er is wel een andere collector / limited / special edition die ik graag zou willen hebben, maar nooit kan hebben. En dat is die van Fable 2. Want die werd op een gegeven moment aangekondigd. Best wel vet. Je kreeg making-of erbij. Tarotkaarten, hele mooie tarotkaarten. Een statue van een hob, zo'n troll uit de game. Was natuurlijk super vet. Maar die hele Collector's Edition die werd uitgesteld en toen gestript. Dus ergens bij het hoofdkantoor van Lionhead, rest in peace en zo, staat nog een hoop statue die nooit is verschenen. Want die Special Edition werd steeds uitgesteld tot die op een gegeven moment gewoon verdween. En uiteindelijk is het alleen maar met volgens mij een making-of DVD gekomen, een heel klein artboekje en die tarotkaart en die hoop figurine zijn eruit gestript. Dus dat was een Collector's Edition die ik ontzettend graag wil hebben en dus eigenlijk nooit is verschenen. Dus serieus, open oproep aan iemand. Mocht je het Hob figurine van Fable 2 vinden, hij is super limited edition, breng hem naar mij. We praten er niet over en je krijgt gewoon een mooie geldsom om te compenseren. Dus wie gaat de tombe van Lionhead legeroven? Over het lijk van Peter Molyneux heen pissen en mij die figurine geven? Ik spreek je. Hit me up op het dark web.
Ik denk dat iedereen wel een beetje van de Collector's Editions is, stiekem in het hartje van ze. Ik niet anders. Ik moet gaan met het antwoord Odin Sphere Life Thrasir Collector's Edition. Het kan niet anders. Ja, de game zelf heb ik helaas toen die origineel uitkwam gemist. Ik heb hem later op PS3 opnieuw gekocht. En ik was verliefd op dat spel. Het was echt match made in heaven. Dus toen zij onverhoopt tegen mij zeiden van, hé, hey, er komt een remake. Wist je dat al? Mijn hart ging 1000 keer sneller kloppen. En gelukkig kwam die daar eenmaal uit met een Collector's Edition. En ik ben sindsdien nog meer verliefd geworden op de wereld van Odin Sphere. De Collector's Edition komt met een artbook. En dat is in mijn opinion wel het mooiste item in de doos. Het artbook heeft iets van 32 pagina's en staat echt bomvol met supermooie art. En verder heeft het nog een t-shirtje waar eigenlijk ja, echt zo'n game dingetje op staat die je wel snapt als je het spel gespeeld hebt. Plus verder nog ja, een standaard artwork, een steel case, niet te vergeten natuurlijk. Al met al een heel mooi doosje en ik ben er zeer blij mee. En daar heb je het dan, alle Collector's Editions waar wij helemaal wild van werden, helemaal hyped up zijn geraakt. Ja, heb je nou zelf ook een Collector's Edition of een Special Edition of wat dan ook waarvan je denkt van dat is dope dat ik die weer in huis heb gehaald of dat is jammer dat ik die niet in huis heb gehaald want hij was zo limited en collectors en speciaal. Laat het ons vooral weten in de comment. Wij zijn benieuwd naar wat jullie meest prized possessions zijn als het aankomt op games. Dus laat dat weten en vergeet vooral niet, we zoeken weer een nieuwe goede frag voor volgende week. Dus heb je een leuke vraag om aan ons te stellen? Doe dat vooral. Het mag allemaal in de comments. Iets persoonlijk, iets geks. Als het maar over games gaat, willen wij het graag beantwoorden. En als je helemaal een ruige badass bent, dan kun je natuurlijk ook gewoon een videootje van jezelf, van je eigen gezicht, insturen met de vraag daarop. Dan gebruiken we die gewoon volgende week in de video. Dat vinden wij heel leuk. Kun jij ook leuk vinden. Oneindige roem krijgen ervan. Dus doe je ding. Collector's Edition, die je zelf tof vond, laat het weten. Nieuwe goede frag, doorgeven alsjeblieft. En dan hopen we jullie weer terug te zien volgende week in een nieuwe goede frag. Doei.